Lankering. Oké, ik pak even mijn bingo kaart erbij. Nighting on the cake. Hallo kijkers van Shine Sprite. Het is weer tijd voor zo'n super vet coole bingo. En deze keer ben ik met de record kampioenschaphouder Nandoing en de huidige kampioen Rusty Eng. Let's go! Ik zit nog niet eens in die bingo kaart. Nee, ik ook niet. Ik dacht dit wordt een easy win, maar het viel. Ja, dat snap ik wel, dat dan een easy win wordt. We weten niet eens of we moeten. Kunnen jullie niet op de site van Bingo Sync en dat jullie hem dan ertussen zien staan? Ik zit even te kijken. Hij heet Rando Nando Rusto, heet hij. Rando. Ja, hij staat ertussen. Hoe heet die site, zei je nou? BingoSync.com. Ja, oké. Okay, en wat is het wachtwoord? Lankering. Met hoofdletter L. Lankering. Kijk, nu kan ik de juiste kleur gelijk zijn. Hoppatee. Nee, wat was de roemnaam nou? Rando Nando Rusto. Ja, Rando Nando Rusto. Dus gewoon even naar de air scrollen en dan... En dan komt het allemaal goed. Ja, zekering. Oh, ik heb hem. Ja, ik heb hem. Lankering. Oké, let's go! Oké. Ja, wat was het wachtwoord? Lankering met hoofdletter L. Oh, ik moet nog één ding veranderen, moment. Ik ben zo terug. Ja. Ja, we zitten erbij. Hij moet nog eventjes wat fixen. Welke club moest ik... Welke club was ik? We zijn volgens mij groen, hè? Ja, ik moest groen. Oké. Okay. Green. Oh, ik zie hem rennen. Ja, we zeggen de laatste keer dat... Ik heb ooit een keer met een bingo gegaan met vrienden en dan pak ik iedere keer rood, dus... Ja, gisteren was ik volgens mij blauw met Jordi. Ja, okay. Ik had toevallig een foto voorbij zien komen dat meneer een Shiny Magmar had. Ja, klopt. De bitch. Oké. Welkom bij een gloednieuwe bingo. En deze keer hebben ze wel de bingo kaart. Yes. Eens even kijken. We hebben de volgende bingo mogelijkheden. A Pokémon with a sleep inducing move. Oké. Furret of Kadabra. Houndour of Snubbull, Poliwrath of Slowking, Barrageuse of Elixir, Poison Barb, Mineral Badge, Dunsparce, Wobbuffet of Girafarig, 3X, own 6 different normal type Pokémon, 7 different types of berry, 20 plus Pokémon owned, TM 50 of Nightmare. Defeat 10 Pokémaniacs. Ja, dat vind ik altijd zo'n kut, want je houdt echt niet bij wanneer je een Pokémaniac verslaat. Nee, dat hou je nooit bij, joh. Nee. Een Pokémon met 4 non-TM non-damaging moves. Oké. Black Glasses. Hitmonlee, Hitmonchan, Hitmontop. Pidgeotto of Raticate. TM 46 of Thief. 5 different types of Pokéball. Onyx of Scyther. A Pokémon with 4 moves sharing its type. Types, dus dezelfde move type als de Pokémon zelf. Ja. Glacier Badge, XP Share en Burn, Paralyze or Poison Sudowoodo. Ben je een goede vraag. Oké. Wat doen we met die Pokémaniacs? Dat is een hele goeie. Ja... Doe gewoon, zullen we hem anders aanpassen naar... Ik kan hem ook gewoon rerollen, hè? Reroll hem even. Ja, reroll mag. Ben je door die hele kaart geweest? Ja, dat is niet erg. Ja. Anders gaan we heel snel er doorheen. 1, 2, hoppatee. Okay. Murkrow of Misdreavus, Soft Sand, Mystic Water, Beedrill of Butterfree, 6 Badges, Flaaffy of Skiploom, 90 Pokémon Scene, Encounter Suicune on route 42, Electrobus Jinx of Magmar, Sunflora of Executor, 2 Eevee Evolutions, King's Rock, Weeping Bell of Gloom, 3 level 30 plus Pokémon, Venonat of Paras, Mineral Badge, Articuno Zapdos of Moltres, een Ghost Pokémon, 5
different types of Pokeball. Defeat all 8 trainers on Route 32. Poison Barb, win a bug catching contest. Oeh, die is kut. Wanneer kan je die ook weer doen? Goldenrot. Ja, maar dan, op welke dag? Ja. Oh ja, ik kan wel even snel googelen. Dan weten we dat allemaal. Dan kunnen we hem allemaal op de juiste dag zetten als je moeder dat zo vraagt. Ja. Laat ik me wel zo eerlijk. Ja. Zal ik ondertussen de laatste 3 even afmaken? Ja, terwijl ik het even zoek. Okay. Buy all 3 Game Corner Pokémon. Onix or Scyther. En XP Share. Oké, okay, volgens mij kan ik hier ook gewoon typen. Dinsdag. Dat zijn de dagen. Dinsdag, donderdag, zaterdag? Ja. Ja, oké. Okay. Zijn we er klaar voor, mensen? Jazeker. Jazeker. Oké. Okay. 3, 2, 1, let's go! Ik ben zo'n boy. Jullie hadden dat niet verwacht. Ik ben ook zo'n boy. Ik ben geen Tyroke. Jordi gaat altijd voor het vrouwtje. Van wat ik weet. Dan ben je zeker zo'n PlayStation 5 owner. Een loser boy. Nee, ik ga ook niet voor het vrouwtje. Dus. Oké. Okay. Here you go. Oké, okay, nu moeten we even opletten welke dag we hem zetten. Gaat snel. Ja, ja, ja. Oké. Goed. Allereerst. Oh jee. Hebben jullie gehoord van de nieuwe Twitch meta? Nee. Dat zijn vrouwen die zeg maar geen bovenkleding aan hebben. En dan echt net het scherm dat sluit met boven hun tepels. Wauw. Wow. En er is redelijk wat backlash. En anderen vinden het helemaal geweldig. Dus ja. Stel je verzit even en je komt per ongeluk met je tepel boven je scherm uit. Wat dan? Ja, Ben. Ja, nee, daarom. Dan riskeer je wel meteen een heleboel. Oké, ik heb Espeon. Dus ik moet nog maar 1-1 Evolution. Oh. Dat is wel echt heel ziek. Ja, maar ik ga voor Magmar. Oeh, ja. Ja, ik kon er ook nog Typhlosion. Typhlosion was wel wat beter geweest. Kijk, Milan die staat gelijk op de kaart. Je boy is on the map. Op de kaart, moet je nodig ergens heen terug, dan niet te kijken meteen op de kaart. Oh, en ik heb alleen maar tackle. Ik had de vorige kaart willen hebben, dan had ik er al op kunnen staan. Ik heb wel starter, heb ik een Dabra. Oeh, nice. Relax, relax. Hebben jullie een beetje zin in binnenkort? Jazeker. Yes. Holy damn, ja, ik heb al aardig wat, vertelde ik je net al voordat het rustier er was. Ik heb al wat dingen gekocht, wat snacks, ik heb al wat drank eventueel. Lekker. Kijk, jij komt in de middag toch, Rusty? Ja. Nou, als jij dan, ik weet niet, ben jij zo iemand die één drankje wel kan nemen? Nou, ik drink in het algemeen eigenlijk gewoon niet. Laat maar zitten dan. Oh ja, je bent natuurlijk een Sandering. Sandering is ook. Je bent een Sandering. Oké. Okay. Nee, op die manier niet. Sandering drinkt alleen maar water. Dus dat ben jij waarschijnlijk niet. Jij bent Nee. Van de fris en fruit gedrankjes. Nou, ik heb gisteren een bingo gedaan met. Oh, fuck. Als Hitmontop nu op die kaart stond, hè? Poeh. Ja, oh. Ik had een bingo gedaan met Jordi. Nou ja, daar hadden we gewoon alles gerandomized. Ook health items hadden we gerandomized trouwens. Oké. Hier, Nando, ik heb Hitmonlee. Nice. Nou, kunnen we toch nog teruggaan naar die oude kaart? Nee. Zo jammer weg. Ja, uiteraard. Nou ja, dat ging wel redelijk. Hij heeft het wel door. Het enige jammer is, hij kan zijn scherm niet delen. Nee, hij probeerde het wel. Ja. Maar dan bleef het scherm de hele tijd laden. Dat ja, ik wil zeggen, maar Jordi heeft ook een laptop uit 1988 of zo. Ja, klopt. Dus ja, wat eigenlijk. Hoe hij gewoon kan opnemen, dat blijft voor mij echt. Een raadsel. Ja, dat blijft nog altijd apart. Mm-hmm.
Geen idee, ja. Ik had al lang gewoon een PC gekocht. Nou, hij zegt dat hij het wel kan kopen, maar hij heeft geen ruimte ervoor. Maar ja, to be fair, ik vind wel dat hij die ruimte heeft, hoor. Ja, ik ook. Oh, tegen mij zei hij hier iets anders. Wat zei hij tegen jou? Hij zei tegen mij dat hij prioriteiten moest hebben, dat hij een huis wilde gaan kopen eerst. Ja, maar op het moment dat hij een huis gaat kopen, dan wil hij meteen zeg maar, ruimte creëren voor meteen een computer, zeg maar. Ja, het hoorde eigenlijk bij de argument. Mm-hmm. Oké. Ik snap het ergens wel, maar het maakt sommige dingen lastig. Ja, ik had het wel geweten, denk ik. Mm. Ik had hem gewoon gelijk gekocht. Ja. Maar hij zit al jaren op dat geld te broeden, mm-hmm. Dus... Dan heeft hij straks genoeg monies. Maar Nando, de belangrijkste vraag van ons allemaal is... Heb jij inmiddels een deur? Nee! Nog steeds niet? Nee! Ik mis dat kozijn nog steeds. Ai. Bruh. Wauw, ik heb één van de verschillende pokeballen. Nice. Ja, dat is wel echt heel kut. Dit hoef ik niet te zien. Oh, kut. Ik heb hem wel zitten wel te kijken. Weet je welk liedje er nu op de achtergrond is, Nando? Davina Michel? Nee, niet van Duur Te Lang. Nee, het is een liedje van Inazuma Eleven 3, Team Ogre Attacks. Oeh, nice. Mm. Champions of Asia. Oh, dat is een van die goede nummers, juist. Volgens mij heb jij die ook een keer getipt. Ja, dat zou best kunnen. Ik had voor Rusties en voor de kijkers. Milan had een kindje gevraagd om goede gamemuziek door te sturen. En toen had ik een hele waslijst gestuurd. Oeh. En daar had hij een aantal, die vond hij heel goed. Mm-hmm. Waaronder die. En je had ook... Welke was het ook alweer? Shiroshika Gumi of zo. Ik heb heel even niks, maar... Het was zeg maar een rock nummer met Japanse string-instrumenten. Oeh. Okay, ik kan me niet zo goed meer herinneren, maar hij zal er vast tussen staan. Het is Inazuma nummer. Dan waarschijnlijk wel. Kijk, hoe kan ik het nog beter uitleggen? Voor Rusty, ja. Nee, ik weet niet hoe ik het mensen zou kunnen uitleggen. Oh, kut, ik ga dood. He dead. Maar ik ben gedevwarped, nice. Ik ben nu wel geld kwijt, dat is wel kut. Dat is minder nice. Ja. Yeah. Dat is minder nice in on the cake. Maar echt. Oké. Oh. Ik kom niet echt goede mons tegen. Zeggen, om een of andere reden kom ik Rattata's tegen. Oh, oh, ik kom geen goede mons tegen, zegt hij. Oh. Ja, nou ja, net toen ik het zei, hè. Mm-hmm. Ja, dan weet je het wel. Ja. Maar ja, probeer die maar te vangen. Ik ga hem dus best... Nou, de vorige keer had je... heel erg geluk dat ik Suicune ving in een pokebal, dus... Ik heb zo lang over die Raichu gedaan toen. Moet alleen niet gedisabled zijn. Oh, en ik kan nu geen tackle meer doen, denk ik. Oh. Was dat disable haat? Ja. Haat aan disabled. Je mag niet disabled zijn? Wow. Wow. Een iceberry. Iceberry. Pum, 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 pum. Hier, oké. Hij heeft nu dingen gedisabled. Hey, je vriend. Ah, hij leeft nog. Freedom. Dat was Rusty's vriend, kwam ik net tegen. Rusty vriend? Huh? Rusty's vriend kwam ik net tegen. Wat is die? Smoochum. Oh, Smoochum. Dat is niet mijn vriend. Dat is mijn arch nemesis. Heb je nog wat aan mijn tips voor Kingdom Hearts, trouwens? Nee. Nee, dat dacht ik al. Ja, en om dat uit te leggen aan Milan, ja, dat hoort hem niet. Nee, dat... Oké, nog één pokeball. Ah, het is jammer dat de fiets lab gezien niet bij staat. En hij heeft er weer eentje. Je bent de Pokémon Master of je bent het niet? Dat is waar. Ja, ik denk dat ik het niet word dit keer. Dat zou een keer fijn zijn.
Nou zeg. En meteen zo, hè? Ja. Ja, jullie kennen me toch inmiddels? Ja. Dat is wel, ja. Ah, ik had nog wel wat minder erg verwacht, maar... Ik speel hier tegen de reigning champion en tegen de record champion. Ja, oké. Okay, dan moet je wel even laten zien waar je van gemaakt bent. Ja, oké. Okay. Zeg, hij wil er meteen met de titels vandoor gaan, Nando, dus... Exact. Want hoeveel heb jij er nou gewonnen sinds we het met z'n vier of met z'n drieën spelen? Ik? Ja? Ik denk 1 of 2. Sowieso 2, dat weet ik zeker. Dus zei ik 1. Ja, volgens mij hebben we het nu 3 keer gedaan, dus dan klopt het wel. Yes. Lucky Egging! Woe! Oh, kom op, zeg! Nu zit alles mee. Ja. Je hoort het al. Ja, het zit allemaal mee, dus dan heb ik er wel het idee bij. Yep. Ja, Nando, ik wil zeggen, we zijn net begonnen, hè? Dus wij kunnen we zo meteen eens omdraaien. Ja, dat is waar. Ja, ik ben altijd een snelle starter, zeg maar. En dan gaat het allemaal downhill. Ben jij de snelle starter, dan ben jij een Cyndaquil. Gadverdamme. Oké. Hoe durf je me zo te noemen? Dat is de speedrun starter. Mystic Water. Maar dat was in die... Oh, wacht, dat is in deze. Dat is er wel eentje. Hoe ik sta op de kaart. De auto te stelen. Ja. Oh, ik zeg, ik had laatst nog een nieuwe verzonden aan Milan. Zeg, die heb ik bij jou in de comments neergezet. Welke ook weer? Hoe durf je in de achtertuin van de Wemels te stelen? Ze zijn onschrikkelijk woedend! Holy damn. Ik zag het, ja. Ik had hem geliked. Ja, ik zag het. Ik moet echt zo'n Persische kat. Persische kat. Nou, kom, waar is mijn encounter in de cave? Oh. Een Gligar. Let's fight the Gligar. Een Gligar. Een Tyrogue. Oh. Dit is de starterroute volgens mij. Ik heb nog niet echt geluk met mijn account, dus... Nando, er komen allemaal liedjes die jij leuk vindt. Nice. Zo'n battle van Colosseum. Ah, lekker. Daar word ik wel blij van. Jij bent zo'n Colosseum kind of guy. Yes. Oh, kijk. Oh, wacht, was mijn Hypno poisoned? Oh. Kijk, een van mijn starters. Die gaat natuurlijk ook niet in de pokeball. Nope. Never. Inderdaad, dat klinkt als... Oh, het ding heeft wel Ember. Ah, en ik leer Sand Attack. Sand Ring Attack. Nou, daar heb ik niet zoveel aan. Hey, okay. Nemel het coin. Kijk, jij gaat in het geld zwemmen. Zeker. Like ik druk bijna het pols. Money. Squirtle. Nou, ik wil nog wel één. Oh, wacht, het is een female Typhlosion. Wegwezen. Wow. Je lijkt Justin wel. Wat de hel? Justin speelde altijd zo Pokémon. Hij ving nooit females. Wow. Nee, een vriend van mij doet ook. Die heeft echt niks met vrouwtjes voor Pokémon. Gewoon seksist in Pokémon. Nou, ja, het ding is, in ieder geval in Gold, Silver en Crystal. En ik weet, volgens mij ook in Red and Blue. Ah nee, Red and Blue had natuurlijk geen gender. Maar vrouwtjes, die zijn veel zwakker. Wat? Oh. Dat, de stats zijn lager. Oh, natuurlijk. Ja, en nou is Gulava niks en dan kom ik hem op tijd tegen. Uiteraard. Jongen. Kijk. Nee, op naar de bel, op naar de tower. Ja, ik zou eerst een andere Pokémon willen. Ja, ik heb alleen nog mijn Hypno, dus. Ja, de encounters die ik heb zijn Rattata's of Meowth's. Ja, oké, daar heb je ook niet zoveel aan. Of een Corsola. Oeh. Oh ja, tuurlijk. Die stond op mijn bingo kaart de vorige keer met Jordi. Ja. Zeg, ik heb de account van Sander, de starter. Oh. Maar nu tegen Lugia. Lugia? Ja, maar tegen Lugia.
Lugia. Luginee. Luginee. Indeed. Indeed zit niet in deze game. Indeed. Grimble. Wat? Ik heb nu 2 amulet coins. Yes, double the monies. Ja, maar ik heb maar 1 mon. Kut. Dat is min. Ja, misschien dat ik zo meteen nog even hier een counter vang. Ligt er aan wat is. Oké. Hallo, Septos. Hallo. Moest je vechten tegen de Septos of kan je hem vangen? Trainer. Oh ja, ik moest net ook tegen de Septos trainer. Mag ik Confusion leren? Goddammit. Ja? Mag ik alsjeblieft Confusion leren? Oeh, stalen licks. Mij had het al. Ja, dan heb je er wat meer aan als je hem al hebt. Ja, ik zei, ik heb al best wel wat removes. Oeh, Machoke me, daddy. Oké. Hey, Cubone. Oh. Oh, maar dat zal het waarschijnlijk een dinges encounter zijn. Oei. Even een potion gebruiken. Hier. En berry. Hallo, Mantine. Hallo, een berry. Koningler. Zo te zien werkt die Lucky Egg goed. Nou, dat merk ik al. Verdek me, joh. What the freak. Ja, je merkt toch uiteindelijk dat je toch een voorsprong kan opbouwen als je... Ja, als je zo'n item hebt. Ja, plus als je verder bent in de game. Oh, een Everstone. Een altijd steen. Die stond ook op die bingo kaart de vorige keer met Jordi. Oh. Nou, ik heb dan niet echt geluk qua items, dus... Mystery Berry. Nou, die had ik toevallig ook. Oh, daar hebben we helaas niet zoveel aan. Nee, is toch jammer weg. Een Gloom. Hoe gaan we doen? Moet je daar tegen vechten? Ja. Oh. Lullig voor jou. Ah, het is maar hoe je het bekijkt. Nou, dan staat hij in je Pokédex heen. Ja, daarom dus. Plus, van de Pokies. Volgens mij moeten we 90 Pokémon hebben gezien. Ja, klopt. Je moet er 90 gezien hebben. Oh. Voor een vakje. Dus, een mirakelzaad. Linker. Het is oh, lang wel nog heel vlak bij elkaar. Ja, nou ja, ik moet hier... Kijk, dit is mooi dat jij nu mijn tegenstander bent. Kan ik eens kijken waar je uitspookt. Een lijpe Murkrow flavor? Lijpe ja. Murkrow flavor. Jolteon. Oké. Okay. Ik moet gewoon Tail Whip Tackle doen. Dit is... In welke wereld zijn wij beland? Oeh, een Blizzy. Nog steeds geen Confusion. Oké. Okay. Laten we maar even SMS Espeon in plaats van Umbreon. Misschien dat we dan het antwoord kunnen vinden. Wie weet. Ik heb geen andere keuze, helaas. Oh, ik mis de tackle. Even kijken, Gen 2. Level 16. Oh yes. Kijk, en nu wou ik dat ik de Lucky Egg had. Ik weet waar ik Murko kan krijgen. Dat is mooi. Hoppatee. Maar goed, dat duurt nog wel even. Ja, dat is helemaal bij... Zeggen, daar zijn we wel even bezig. Oh, Frelligator. See you later, Frelligator. Die moeten we wel... Oké, dit wordt niks. Gefeinte bij een trainer. Oh, dit is jammer. Zoete Woedoo zit er niet meer tussen. Jigglyf voor Tenta. Barst. Okay. En dan moet ik weer helemaal naar boven. Ik heb ook helemaal geen Pokémon hier gezien. Oh ja, het is natuurlijk dat.
Ja, ik had... Je had wel een encounter. Ja, ik had wel een encounter, maar dat was ook echt niet echt een hele goeie. Oh. Zeg, ik had... Even kijken, wie was het ook weer? In de cave. Zeg, ik weet het al niet meer, maar het was in ieder geval 3 niks. Oh ja, ik... Nou ja, hier heb ik ook niet zoveel aan. Ja, we zijn hier mooi klaar. Ik denk wel. Nou, ik ga niks zeggen verder. Oeh. Oh, ik had Cubone was mijn encounter. Cubone? Ja. Ja, daar heb je. Die is 3 keer niks. Nee, daarom. Oké, look ik. 12. Rito Village. Yes. Oh, dus we... Wacht, nu besef ik me pas. De mons zijn wel gerandomized. De trainer Pokémon. Ja, tuurlijk. Met Jordi deed ik het namelijk niet. Oh. Was het vergeten of we het wel of niet deden. Dus... Ja, ik heb een preset voor Bingo, dus... Oh! Ah, kijk, dat die preset heb ik 1 keer gemaakt, zeg maar. En die gebruik ik al jaren. Toen ik ze nog met Justin deed, gebruikte ik die al. Oh wauw, nee, dat is dan al een tijdje. Mm-hmm. Goeie. Since you be Porygon. Nou, dit... Dit wordt niks. Oké, we gaan wel naar de gym. Oh. Ja, Confusion kan je inderdaad best goed gebruiken, Nando. Ja... Oké. Okay. Ik moet zoveel moeite doen om Pokémon's te killen met Tackle en Tail Whip. You got Kale. Man the wing. Ik doe echt heel hard mijn best. Ik geloof dat jij de wereld kan redden. Ja, dat... Ik moet ook wel daarin geloven. Ik heb geen keuze, want anders kom ik niet zo ver. Het is wel een lastige room die ik heb. Alhoel, ik heb in ieder geval 1 van die evolutions. Ja, oké. Okay. Nou, ja, die vat ik wel, dat hij die zou halen. Dat, Ja, je komt er zo langs gelopen, joh. Dus, yep. Nou, ik ga ook bijna die kant op, dus... Wat? Lekkering! Milan heeft de game gemot. Zie je nou al? Oh ja, ik sta een keer voor en krijgen we deze onzin. Dat was de laatste keer bij mij, dus... What the fuck dit? Ja, maar bij jou doe ik het sowieso altijd. Ja, oh, dan wel. Geen healing items, natuurlijk. Waarom moet ik geparalyzed worden? Paralyzed. Ja, geef mij dat ei maar gewoon op de. Ik had toch voor Typhlosion moeten gaan, misschien. Misschien wel. Ja, maar die fout maakte ik dus in die ronde met Rusty en met Sander. Dat ik een slechte starter had gekozen. En als je dan gaat alles fout. Als je een slechte starter hebt, dan ben je al meteen genaaid. Ja, dat merk ik nu. Oh, en ik mis de tackle natuurlijk. Oké. Ursaring moet ik echt... Ja. Ah, weer maat. Ursaring is wel zo'n Engels Lane Pokémon. Ja, hij is wel zeker zo'n Engels Lane woord Pokémon. En het wil maar niet de lick missen. Wauw. Oké. Nou, hoeveel geld heb ik nog? Nou. Waarom kom ik alleen maar monsters tegen die op de vorige bingo kaart stonden? Fuck, good. Ja. Even een sneaker erbij pakken. Wat? Het? Groot gelijk. Dan ga ik gaan pakken. Die pound blijft gewoon raken. Hmm.
Ja, oké. Okay. Ja, heb je Confusion? Nee, nog 2 levels. Oh. Maar ik heb wel meer... Ah, weer! Hoe dan? Doe normaal. Lick is niet 100% paralyzed chance. Doe normaal. Wat zijn de kansen, jongens? Oei, oei, oei. Ah, nee, dit is ook alweer een item die ik niet zoek. Altijd die Birdkeeper Toby weer met zijn onzin. Nee, ja, altijd hetzelfde met Toby. Birdkeeper Toby is pas na Acrotic. Oh. Oh. Ik dacht dat hij ook Toby heette. Nou, kijk ook haar uit. Een Cyndaquiling. Mmm. Die is snel dood. Die willen we niet op het scherm. Mmm. SMS Jolty on. Ja, die willen we wel. Hey, Lepras, ik hoef jou deze keer niet te hebben. Oké, dan, vooruit. Ja. Toch ongelooflijk. Dan heeft die trainer heeft een Ursaring. En dan heeft freaking Faulkner die heeft een Poliwag en een Weedle. Jongen. En ik krijg TM Flamethrower, dus nu ben ik 100% zeker dat ik had moeten starten met Typhlosion. Yeah. Yep. Nu wrijft de game het gewoon nog eventjes extra in. Dat is pijnlijk als ze het er nog in willen wrijven ook. Yep. Oh ja, nou, ik zal in ieder geval even Pokédex checken. Kijk, Zapdos, dat was op die route. We moeten Jolteon hebben. Oké, dat is ook met water. Oh nee. Gloom was ook 1, toch? Ja. 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 Nou, die zit niet in Johto, geweldig. Wacht, maar Weeping Bell kon ook. Ja, je kan ook nog een Oddish eventueel kunnen vangen. Ja, dat is waar, maar dan moet ik hem eerst in mijn decks hebben dan. Weedle zit ook niet in Johto, vet. Oké. Ja, of het is een gift Pokémon of zo, dat kan ook, of een eitje. Ja, kan ook of het dat hij in een ei zit, kan natuurlijk ook nog altijd. Dat is waar. Jammer dat dit item niet gerandomized is. Kijk, wat vinden we? Ja. Gligar. Ja, ik sta bijna op de kaart, dus... Op de kaart, moet je nodig ergens heen, treuzel niet te kijken meteen op de kaart. Ja, zeker in. Ja, daarom, ik heb bijna alle trainers een goede 32 gehad. Lekker man. Vies schoorspel. Wow, dat ging ineens snel. Wow. Wat heeft het spel tegen jou gedaan? Ik moet tegen een Shuckle vechten. Ik moet alleen maar tackle. Moet je hem vangen? Je moet hem vangen. Dang it. Anders had ik dat vakje al. Oh, natuurlijk, je had Zapdos al. Yep. Ik had bijna Fire Punch verwijderd voor Smokescreen. Oeh. Natuurlijk mis ik ook mijn tackle af en toe. Oh, ik ben bijna Confusion. Oh, ik heb een Masterball! Yes! Nou, check even waar je Articuno moet vangen. Articuno, waar spook je uit? Of bewaar hem voor een ander vakje, dat kan ook. Articuno is niet in Johto. Oei. Nothing on the cake. Maar ik heb wel deze gehaald. Lekker rusting. Dus we staan op de kaart. Lekker. Hebben wij TM's op deze kaart? Ja, nee. Nee. Nee, hè? Nee. Nee, dus het maakt absoluut geen zak uit wat je krijgt. Dat is lekker. Ik vind TM's altijd echt kut.
Dat is het ook zeker. Snap ik. Je moet net de mazzel hebben dat je zoiets vindt. Mm-hmm. Oh, ik bedenk me nu nog iets. Daar had ik met Milan over gehad in de Colosseum. Er is een update voor de completionist gebeuren. Hij heeft een video geüpload als reactie. Kan je dat nog herinneren, Milan? Oh, ja. Dat hij allemaal geld ophaalde voor goede doelen waar helemaal niks van werd uitgegeven. Yes. Nee. Hij had een video geüpload als respons. Mm-hmm. En dat was eigenlijk... ik had het geld binnen en ik wist het al een aantal jaar, maybe, ik heb het niet uitgegeven. Maar degene die dit allemaal hebben onderzocht en hebben uitgevonden, die ga ik aanklagen voor smaad en laster. Okay. En nu zijn mensen helemaal aan het haat op hem, omdat hij zo reageert. Oh, wauw. Maar ik vind het wel begrijpelijk. Ik bedoel, ze hebben 10 jaar aan geld. Mm-hmm. Oh. Waar ze op zitten te broeden. En het is alleen maar minder veel waard geworden over de afgelopen jaren. En hij elke keer bij zo'n evenement, zo'n goed doel, zei hij dat hij dat al dat geld naar die goede doelen gingen. Yeah. Waar die, en dat hij ook samenwerkte met de Universiteit van San Francisco of wat dan ook. Maar ze hebben nooit iets aangegaan. Geen samenwerking. Dus het was allemaal bullshit. Kom ik jou even voor? Oh, even zien, tijger, joh. Je kan hem altijd in de daycare zetten. Ja, oké, maar dan moet ik eerst een... kost wel moeite. Yep. And we don't like moeite. Oh. Yes, eindelijk confusion. Lekker. Oh, hier heb ik op gewacht. Move. Die. Nooit meer tackle. Hè? Nooit meer tackle, bro. Oh, weet je wat wel heel vet zou zijn als je... niet Murko. Als je Mistrievous tegenkomt en vangt. Waarom is dat vet? Omdat je dan 2 vakjes kan afvinken. Ja, ik heb de poison bar. Let's go. Yeah. Lekkering. Wow, nice. Lekkering. Yeah. We hebben allemaal alle 3 een item gevonden, zomaar random. Dat is echt goed. Let's go. Nandoway is de laatste, wat doe je nou? Nou, Nando die staat zometeen gelijk bij mij. Hij is bezig met de laatste trainers in route 32. Ja. Ah, fuck. Nu moet ik wel een tackle gebruiken. Nee, niet Sand Attack. Santa Tackle. Houndoom is heel sterk. Standler. Nice one shot. Oké. Okay. Ik moet even healing. Ja, en ik ga nog teruglopen voor wat andere dingen, denk ik. Oh, deze stond op de vorige kaart, of niet? Yep. Oh, sad. Sadding. Oh, ik moet nog de Birdkeeper doen. Fuck. Misschien is dat wel handig. Star you, star me, star everybody. Buddy. Er wordt een nieuwe evolutie van Star Me, hè? Star everybody. Wow, en hoe evolve je Star Me dan? Vertel. Je kookt hem samen in een pan met me. Ja. En dan wordt het een Star everybody. Wow. Lekker. Dat klinkt goed. Dat wil ik wel zien. Nice. Kijk, nu de nieuwe anime. Ai, dat gaan we zeker doen. Kijk, deze trainer is volgens mij de laatste. 1, 2, 3. Ah, fuck, Magnemite. Magnemite. Oh, misschien heb ik die chick nog niet gebattled die tegen de muur staat. Net alsof ik tegen de muur sta. En tegen de muur praat. Ja, dat bedoelde ik wel, ja.
Nee, die had ik al gebattled. Dus ik heb deze ook. Lekkering. Lekker. Heb je die onder dit pokercenter ook? Want anders heb je er pas 7. Ja, ja, ja. Die heb ik, okay. Daarvoor was ik nog helemaal teruggelopen. Oké. Okay. Helemaal top. Even die selecten. En dan moeten we even wat monies halen. Even kijken. Nu dit verkopen. Dat is PP. Oh, die wil ik niet verkopen, die wel. Oké, okay, bye. 20 miljoen pokeballen. Wow, dat zijn veel pokeballen. Ja, die heb ik even nodig. Dan moet ik weer even checken. Waar zitten die boys? The boys and girls. Die zijn Sinjomin gone. Hier. Zo jammer dat Elixir ook weg is, hè? Ja. Zo jammer. Zeer spijtig. Oké, ik moet helemaal die kant op. En dan moet ik maar hopen dat het een... dat het een vis encounter is. Oh. Swinub. La. Oh. Kut. Ah. Wow, yo, ik heb gewoon voor het eerst moeite met een battle. What the frick? Oh. Ah. Gelukkig is de Politoed. Saint Jomin gone. Lekker. Kijk, oh joh, je hebt al 3 badges gewoon, jij. Zeker. Oh. Nou. Wat? Green. Ah, dat je 3 patches nu al hebt. Oh! Oh, tuurlijk. En Nando komt Moltres tegen als encounter. Ja. Oh, nou ja. Maar hij moet hem nog gevangen hoor. Ik weet hoe dat gaat. Ja, kut. Ja. Framball. Do you want to be a friend? Do you want to be my friend? Hello there. He doesn't want to be my friend. Ah, sadding. Hij wilde wel 1 keer shake voor me. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. Oh, another wider. Ach, nou ja, dan ga ik weer verder door. Mocht ik niet zingen? Sorry, ik hou mijn kop wel. Black lashes. Ook heel mooi in ieder geval, Milan. Oh jee. Potverdikkelijk. Hij deed kabooming. Ja, hij deed inderdaad kabooming. Wauw. Ja, ze wil veel AP, deed die lukt niet, dus... Seal. Oeh, kijk, hier heb je Starmie al. Kook op die handel. Ja, ah, echt. Do it. Just do it, my man. Do it. Oh, zou deze guy alle starters hebben? Ah, nee, toch niet. Oh, ik heb echt idee dat ik wel heel veel geld heb, want ik heb nog niks gekocht in die hele markt nog niet. Hij gaat zo meteen de hele markt leeg roven. Ja, joh, alle pokeballs jatten gewoon. Seeking, jongens! Wow, heel ziek, hè. Heel ziek. Ah, Sandslash had ook op de bingo kaart met mij en Jordi. Rare Candy? Oké. Hello, unknown. Misschien kan je dan Confusion krijgen op je SPN. Die heb ik al. Dat weet ik. Daarom. Hij gaf me alleen advies. Sieltje. Hallo, Baxi. Zo jammer dat Paddy ons heeft verraden. Ja, echt niet normaal. Kan toch niet? Echt, jonge Paddy. Loser boy. Level TM20. Switch. Maar echt. X-Speed. Nee, die heb ik niet nodig. Nee, je hebt al andere speed. Ja, ik ben al...
Chlorophyll heb ik als ability. Oeh. Dan ben ik zo snel. Ik ben zo'n snelle guy. Oeh, Porygon. Sinds je mijn Porygon. En die is dan meteen echt gone. Meteen. Oké. Okay. Oh jee. Goldien. En dit is een... Jee, weer geld. Weer geld? Weer een nugget? Ja. Wat lekker. Oh, hij heeft NT. Ah, dag NT. Ja, maar die zit deze keer niet tussen. Ja, zat hij. Oh ja, hij heeft er wel een keertje tussen gestaan. Ja, de vorige keer. Zeker. Oh. De vorige keer stond hij er tussen. Ja, dat. Dat was de laatste keer. Jinx? Die staat oh, dat. Nou ja, dat is wel. Moet ik hem alleen niet killen, natuurlijk. Ja. Eens even kijken. Ik koop. Beste man, ik koop 50 Pokéballs van je. Wat hey, Suicune! Kijk eens, ik kan nog 100 kopen als ik zou willen, dus. Suicune staat ook niet op de kaart deze keer. Setting. Oh, ik ben helemaal vergeten te healen. Maat. Ben jij een dompie? Ja. Okay. Oh, ik heb wel geheeld. Oh. Ach, ik one-shot hem. Send your man Porygon too. Maar echt. Suicune. Ik heb wel geluk, want ik heb alleen nog maar Ember en ik heb allemaal Pokémon die slecht zijn tegen vuur aanvallen. Oh. Nou, we zeggen, Hypno heeft nog geen enkele move geleerd sinds dat ik hem heb, dus. Hij is ondertussen al level 24, dus ik vraag me af waar zijn moves zijn. Sinds I've been gone. Ja, dat blijkt. Mijn hemel. Oma Star. Nou, come on, Ekans. Ah, oh, fuck, is dat één uurtje voorbij dat ik nu dat de Jinx er is? Oh nee, Roshi zit er nog. Nou. Please? Nee, niet Suicune. Ah, nou is echt tof. Geld. Ik vind Suicune heel tof, maar... Laat me not rust. Ja. Ah, daar is hij. Oké. Okay. Oh, nee. YOLO. Waterpolo. Lovely kiss. Ja, dat is exact wat ik van jou nodig heb. Een kusje. Een kusje. Koeskoes. Koeskoes. Wie laat zich niet koeien leren? Koeskoes. Rock en roll en ook nog de samba danst hij met je mee. Koeskoes. Nou, come on. Hey, een Mew 2. Wauw. Juist! Hij komt alweer terug hoor. Mijn dagen van de rain is voorbij. Chilling rain. Hij staat nog voor Milan. Weet ik. Berserk. Ga je er niet tussen toevallig? Ik ben mezelf een onderhond aan het maken. Een underdukkie. Ik sta er niet tussen, sure, joh. Oké. Zwemmel. Ja, dat is helemaal... Healing! En dan moet ik hem het huis uitschoppen. Oeh, kom je die tegen? Die staat op de kaart. Skiploempje. Ja, Rusty, die staat op de kaart. Rusty. Je zit niet op te letten. Waar dan? Links, boven, Link. Bij Flaflip.
Onder Murkrow. Oh, wauw, ja, precies. Ja. Maat. Alles is anders dan je. What the fuck? Ik doe het, wij doen het wel weer voor je. Ja, ja, dat is goed dat jullie zeggen, want ik heb er al echt overheen gekeken. Mijn focus lag op Flavie. Begrijpelijk. Nee. Nee, toch niet? Nee. Nee, oké. Okay. Het is hetzelfde als dat je bingo kan halen, maar dat je dan alles doet om niet de bingo te halen. Oh ja, dat is herkenbaar. Dat doe ik meestal. Ja. Oké. Doe niet zo slow, bro. Slow, bro. Nou, niet zo slow, bro, doen. Oeh. Een star you? Een star me? Een star everybody. Een tangling. Oh, tangling. Sloking. Nou, die staat helaas niet op de bingo kaart. Hé, hey, let eens een keer iets nieuws. Wat leert hij? Kopstoot. Kopstoot. Oh! Uh-oh. Oeh. Hij is gefeind. Oh no. Ja. Ah, en dan mond. Hij Flareon. Ja, maar dit wordt niks. Daar gaat Flareon. Ah, hij heeft nog verder net. Wist je dat hij op level 18 Confusion leert? Ja, daar heb je nou ook echt iets aan. Hè? Ja. Ja, daar ben je. En thank you. Hoe dat ik deze move nog gehouden heb. Hypnosis. Ja. Nou, dus ja, ik heb genoeg pokeballs om naar zijn kop te smijten, dus we gaan het gewoon proberen. Gewoon smijten. Ah joh. Nou, first ball. Lankering. Optij. Dankjewel, Milan. Alsjeblieft. Ik ben veel te lief voor deze wereld. Zeker. Zeker. Wat stuurt Jordi nou weer? Jordi iets? Ja, die had wat gestuurd in de groepsapp. Oh, ik stuurde een afbeelding met bestaande mons. Ja, ik vond hem wel komisch eigenlijk. Hoe quick attack, juist. Oké, gym leader. I do seal the deal, kaboom. Sealing the dealing, een dodo. Een dodo eitje. Een krabby. Natuurlijk, je hebt hem top. Uh-oh. Oh jee. 500 keer Tail Whip doen. Dat vind ik. En dan kom je er wel. Juist, en dan Quick Attack. Hey. Ja, Miracle heeft hij alleen maar Lankering. En een Rhyhorn. Nou, die gaat in één keer Patsboom dood. Patsboom dood? Patsboom. Oké. En wat krijgen we? Sidekick. Hoorndrill, ja, jammer. Rip the dream. Ah, je zit weer geen kans waar ik wat aan heb. Ja. Flaflippy. Ah, hij heeft Typhlosion gekozen. Jokes on you, Espeon is nu sterker. Oh joh, hij speelt bijna hetzelfde level als mijn Hypno. Ja, hij one-shot alles. Ja, dat doet mijn Hypno niet. Hoppeting. Hoppeting. Zo, de eitje is ook binnen. Lol, oké. En dan gaan we nu kijken wat we hier vinden. Hoppeting. Oh! Oh ja, tuurlijk. En dan sta je zo weer gelijk. Hoppeting. Daar staat hij gelijk met jou, Milan. Ja. Ik moet hem alleen even verzwakken met iets. Kom hier, Jinx. Doe maar lekker een lovely kiss. Maar dan moet je hem wel raken, een lovely kiss. Burn him. Hij burnt hem niet. Wat een loser boy. Burn him. Hij burnt hem weer niet. Wat een loser boy.
Burn hem, maar beurt hem weer niet, wat een loser boy. Nog een keer. Oh. Maar je hebt hem wel neer. Ja, alleen Magmar is ook neer. Nou, weet je wat? Laat Magmar maar neergaan, want ik heb nu gewoon Revives gekoopt. Revives. Oké, hij is binnen. Kunnen we nog wat leuks vinden? Kom, doe maar door. Een Onyx. Hij heeft de Onyx. Maat, hoezo spelen jullie vals? Oeh, Bright Powder. Is dat wat heb jij vast? Dan kun je niet zien vanaf hier. Wat is dit nou? Juist. Nugget. Bright. Oh, Nugget. Oh ja, Nugget. Monies. Nugget Bridge. Ballen smijten, hop, de. Hier laat zich. Oh, je bent ook meteen de eerste beurt weer wakker. Ga slapen. Dat is een victory bell, die moet ik niet hebben. Nee, die had ik regelmatig ook. Oh, je mist er niet mee. Dat is wel vervelend. Oh, niks. Je hebt nu al 4 keer triple jiggle gegeven, blijf gewoon zitten. Triple jiggle. Triple jiggle. Dank je. Triple jiggle. Jibble. Zo, Onyx is binnen. Lekkerie. Ah, ook een site, maat. Wat een kutspel. Oh, wat maat. Is dit? Nando komt gewoon aan met de biggest comeback of them all. Ja, dat had ik toch al voorspeld. Ah. 2. Linkering. Oh. Nou, maar ik moet hem nog vangen. Ja, dan moet je nog wel lekker doen. Zolang hij blijft slapen, dan... Oh jee. De enige voordeel wat ik nu heb, is dat ik echt ver voorloop in de game zelf. Plus, jij hebt meer een bingo dan dat ik heb. Huh? Je hebt 2 vakjes naast elkaar. Ik heb echt overal en nergens heb ik een vakje. Ja, maar het gaat om het moment dat je geen lijn hebt, dan is degene wie het meeste vakjes heeft, hè? Ja. Dus dan zou jij winnen. Kom op, Onyx, doe het! Kill deze Lugia. Goed zo. Ja, kijk. Juist. Ah, shoot. TM22. Yo, Sandring! Staat iedereen nou gelijk? Ja, Nando staat voor. Ja. Nando staat nu voor, ja. Ja, Nando heeft er 1 meer dan mij. Sinds hij de Scyther heeft, staat hij voor. Ik had een hele snelle start. Ja, die staat... Het grote voordeel is, ik sta in-game heel ver voor, zeg maar. Ik ben heel ver. En ik heb een Pokémon level 35, dat helpt ook. Hij sweept door de game heen. Ja. Elke keer Bright Power. Fuck. Die start. Dat komt omdat ik een goede starter heb. Dat scheelt echt heel erg veel. Magmar is gewoon een goede starter. En ik vond heel snel een Lucky Egg, waardoor ik gewoon heel veel XP krijg. Pinsplit, gadverdamme. Meganium. Lekker Sandring. Altijd fijn als Sandring in de chat zit. Zeker. Kijk, Sander, we zijn dus erachter gekomen dat als je een Starmie kookt, dat je dan een Star Everybody krijgt. Dan heb je namelijk Star You, Star Me, Star Everybody. Exact. Sandra Bingo. Wat? Waar blijft de Sinjo Mingon? De Sinjo Mingon doet het niet. Sinjo Mingon! Shit. I can't breathe for the first time. Lucian, vangen. Hier staat hij op, Hip. I seal the deal. Kaboom. Ah. Dat viel vies tegen. Hop, Hipping. Zo, daar is alvast Umbreon binnen.
Green. Volgens mij was het deze. Als je Barbie Everybody. Ja, oké. Okay. Als je een barbecue dan. Als jij het zegt. Oh, nee. Dit komt niet goed. We hebben niet de ring voor kinderen. Oei, dat moeten we niet hebben. Wegwezen u. Wegwezen u. Oh, dat werkt natuurlijk niet. Slap, slap, slap. Klap, klap, klap. Maar verder heb je wel gelijk, dank je, dank je. Are you allocating? Allocating? Oké, Rick en Morty is ook verslagen. Oh. Oh nee, ik ben vergeten de hele dag. Uh-oh. SpaghettiOs. Ja. Ja, ik moet alleen even door de volgende even opnieuw lopen. Een polytoet. Ja. Toet in de poly. Trouwens, is misschien een hele goeie, maar omdat de mons waarschijnlijk in de bug-catching contest zijn gerandomized, ja, weten we niet welke mon we moeten vangen om te winnen. Nee, dat is ook zoiets. Nice. Ja, maar die ga ik ook alleen doen als dat me de win oplevert, zeg maar. Ja. Ja, anders ga ik me daar geen tijd aan verdoen. Nee, nee, ik had mijn accounts al bekeken. Het zijn Iglybuffs, Umbreons en... niet echt een mon waarbij ik het idee had van, oh ja, maar deze kan ik wel winnen. Oei. Hey, Milan, ik heb nu precies hetzelfde probleem als dat jij had. Welk probleem had ik? Oh, de titar. Oh. Ik kan geen confusion gebruiken op dat ding. Oké. Okay. Oh jee. Dat doet natuurlijk helemaal niks. Oké, okay, Nando, dat is... ik ben. Even Nando. Sander, ik ben toch de enige die 2 in 1 kolommen heeft? Nee. Oh nee, jij ook, Rusty ook. Ja? Nando niet. Nee, klopt. Oh, jawel, ik heb Jinx en Cypher. Flavie en Skiploom. Oh, zo. Ja, nee, ik snap nu wat hij bedoelt. Sorry, ik snap het even niet. Je hebt gelijk, Sander, voor altijd. Lekker, Sandring. Oh. Goeie zaken. Oh. Nee, stop met Centatec. Nee! Nee! Oh, wacht, Milo, wat zijn we daar aan het doen? Niks. Ik zie je wel met je weeping bell. Sneaky, sneaky. Oh, fuck. Overleef? Niks. Oh, man. Jij. Oh, wauw. Gelukkig heb ik geheeld, vraagteken. Vraagteken. Klinkt al veelbelovend. Ah, gelukkig, oké. Okay. Nou, ik pak wel even wat trainers erbij. Oh, hij heeft de Weeping Bell en de Gloom te pakken. Ja, hij heeft de Weeping Bell. Oh, en een Weedle. Oh jee. Hij heeft ook Weedle. Oh my. Weet je wat het leuke is? Er zit ook een Gastly in deze game. Wauw. Dus, hoe kom je aan die cheatcodes? Nee, oké. Maar Milan, dan vraag je, waar heb jij die Gastly dan voor nodig? Voor a Ghost-type Pokémon? Oh, even af. Ja, ik weet dat jij moeite hebt met vakjes zien. Ik moest jou ook al de Skiploom aanwijzen. Ja, daarom. Dus daarom vraag ik het eens, hè, dus. Ga ook zo even langs Paddy. Wat is dit voor een treason? Ik zou niet langs Paddy gaan. Die voelt zich gepest alleen maar, dus... Zich alleen maar meteen weer gepest. Dat weet ik. Maar ja, je moet dan maar net een Miss Reeves tegen... Oeh, Sander, Totodaal. Speciaal bij jou. Ja, maar hij heeft niet de goede kleur. Nee, dat is waar. Oké. Waar?
Waar in de deck staat ik had deze die Gastly meteen moeten vangen, want nu kom ik die Gastly niet meer tegen. Kut, sorry. Nee, zo werkt het, hè? Okay. Oh, nee. Oh, jee. Ja, ik ben trots op je, Zanarain. Ja. Dit loopt niet meer goed. Heb jij een Crest type move? Ja, ik kan Razor Leaf. Nee, ik had het meer over mijn Skinploom. Hij heeft een Crest type move, maar dat is Synthesis. Oei. Ja, daar heb ik niet zoveel aan. Dat was een crit. Oh, niks. Je deed denk ik 1 HP. Nee, tuurlijk ken jij niet, Sander. Je hebt het grote nieuws trouwens nog niet gehoord, Sander. Nando heeft nog steeds geen deur. Kut. Ja. Ja, dat voelt zich meteen weer gepest. Dat is oud nieuws, dat is waar. Nee, hij heeft nog steeds geen deur. Dat is nieuw. Dat is nieuws, ja. Oh, eentje te ver. Pff, kut. Oké, picknicker. Een actuele boy hier, oh, zeker een. Ja! Oh. SMS nee! Umbreon! SMS Umbreon! Hij is 6-4, jongens. Oeh, nee. Perfect. Nice. 1, 2, 3. Wat een kut, sorry dat ik die Gastly niet meer tegenkom. Wat een gezeik. Yay! Ai. The Moonlight Pokémon. Oh, waar kwam je die trouwens tegen, Nando? De Umbreon? Ja. National Park. Oh, grappig, dus dat die van mij ook. Ah, vet. Hebben we gewoon gemeen. Ja, zeker. Zeker. Even kijken. Die, een deposit, Fla, Flip. Eerst terug. Oh, wat kom ik hier tegen? Oh ja, ik vergeet het item. Kan belangrijk zijn. Kan heel belangrijk zijn. Ja, zeker. Hyper Potion. Tegen de item kan zomaar een gamechanger zijn, hè? Dus. Masterballing. Hey, Mew! Hallo. Nou, Masterballen pack al. Ja, die zou ik wel heel graag willen. ja, snap ik wel. Kijk, dit is een TM. Kan handig zijn. Even. Terug fietsen. Een dun spersje. De wat? Een dun spersje. Een dun spersje. Oh, die zat ook de vorige keer op de bingo kaart met Jordi. Oh, Mizan loopt al onderweg naar de Red Kerados. Ja, ik snap wel wat hij gaat halen. Chan! Wat denk je dat? Ja, wat ik ga halen? Een Pokémon van level 30. Ja. Even kijken, wat is Kenya dit keer? Kut. Een Flavie? Ja, maar die heb ik al. God damn it. Nou ja. Fuck you. Maar echt. Oké, ik moet wel even. Die ijsjes zet ik even bij elkaar. Oeh. Dan gaan we Kenya voorop zetten. Dat is een Engelse Pokémon, Zanrain. Even de fiets halen. Ik kwam ook al een Engelse Pokémon tegen, Zanrain. Ja. Heet het toevallig Earthring. Ik kwam toch ook Seaking tegen? Hey, huh? Ja, die kwam ik ook tegen, inderdaad.
Was ik alweer bijna vergeten. Oeh, stuk ja. Maar. Oké. Okay. Switch. Ga maar lekker. Flaanflip. Nou, natuurlijk. Item, item pistolen. Oh, dit wordt heel kut. Ah, Burnberry, oké. Okay. Ah, team 34. Ja, oh, een leftover, die wil ik wel hebben. Ja, dat kan je inderdaad. Mijn broertje die is een of andere video aan het kijken. Heeft hij ook nog geen deur? Hij wel. Wow, is dit deurisme? Ja, zeker. Alleen die van hem, die kan ook nog niet dicht. Oh, die kan nog niet dicht? Oh jee. Dan heb je vrij weinig aan een deur. Ja. Zeg dat wel. Not gonna lie. Hoe kijk, Sandrine, mijn cargo. Niet zo cool als Slugma, maar... Milan, is die shiny? Ja, yeah, dat is de... Oh, wacht, dat is de Gyarados encounter. De Gyarados. Oh, ja. Er zit wel een verschil in. Ja, ik denk al van, komt hij nou gewoon een random shiny tegen? Maar dat is gewoon een encounter. Oeh, ik heb hem ook nog. Nice. Pound. FFS. Waarom probeer je die te vangen? Nou, Sandrine, kijk even op de bingo kaart. Tussen Weeping Bell en Fennonet in. Dat snap je, denk ik. Had ik gehield? Ja, ik had gehield. Nevermind, zegt hij al. Kijk, mooi. Dan hoeft het ook niet te worden uitgelegd. Lekker. Oh, een van mijn eitjes komt uit. Kom op, ben iets waar ik iets aan heb. Daar heb ik niks aan. Niet Sandrat. Maat, wat moet ik met een Sandrat? De wereld veroveren. Ja. Oh, Milan had er al gewoon 90 gezien. Wat is dit dan? Oh, dat kan ik waarschijnlijk ook al afvinken. Ja, ik ga even kijken of ik dat ook kan doen. Holy dude. Oh, hij is Zapdos. Nice. Ja, het is een trainer battle helaas. Oh, ja. Oh. Je had ook iets aan die Paris gehad. Ja, die was ook helaas van de trainer. Ja, klopt, Sander. In een randomizer al helemaal. Oh, ik heb er al 105 gezien, joh. Oh, joh. Nou, eens even kijken of even hier toevallig in de buurt is. Die Kuno niet. Oeh, Zapdos wel. 100 exact. En Moltres. Moltres niet, oké. Okay. Terug. Ik had het niet moeten vergeten. Nou, dan waar kun je de vissingrot krijgen? De eerste? Ja. Tussen, zeg maar, Falkner en Buxie in op die route in de Pokémon Center. Oh, daar. Yes. Ah, nee, want waarschijnlijk is Zapdos bij mij een fish encounter. Ja, dat was hij ook bij mij. Sander, maar kan jij de muziek een beetje horen of niet? Ja, ik zou zeggen, dan laat ik er wel gewoon voor wat is. Nee, je kan gaan vissen, als je wilt. Ja, maar ik zou zeggen, ik heb nog 50 minuten, joh, dus...
Pain rank. Oké. Okay. Gewoon 4 healen. Na 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 na. Oh, ik moet even een mom eventjes in de box doen. Even kijken wie bij mij Kenya is. Nu zie je wat hard, oké. Okay. Deposit, skiploom. Boy. Oeh, kijk, seeking. Heel seeking. Kijk. Oh, Kenya is mij een shakkel! Huts. Die is heel goed, hoor ik. Oh! Wie zet er nou weer iets op? Oh, Milan. Oh, Perry. Ik heb een bijdrill. Lankering. Drilling the beast. Wordt hij gewoon vastgespeeld? Zeker niet. Zeker wel. Hey, shukkel. Ik ben boos dat die Gasly niet meer komt. Nou, dan kom ik op een later moment wel als ik hem echt nodig heb. Een Poppitar. Zo'n Poppy-Pokémon. Nou, dat valt wel mee. Ik ben er maar heel kort even geweest. Wat vroeg je? Nou, Sudowoodo, wie ben jij? Hij zei van, je focus je te veel op de Gasly, maar dat valt op zich mee. Oh, Golbat. En Corsola. Dat is ook een goede laag. Dat is iets minder dan Choco. Ja, Choco is wel beter. Oh, Raikou. Nice. Oh, hij slaapt ook. En een Tieflotion. Een Tieflotion. Oh, wild. Oh, Oddish. Nice. Nou, maar je hier moet komen. Dan moet je hem alleen nog evolven. En wat level evolved hij eigenlijk? Ja, iets in de 20. Oké, dan moet ik het dadelijk even voor aanzetten. Ja, hij komt helemaal goed, joh. Nice. Hop, daar. Ja. Oh, Venonet. Hoe durf je? Maar dit is van de trainer, dus... Ja. Kan ook betekenen dat ik hem niet kan vervangen. Ik moet hem alleen eerst zien te vinden. Venno. Ja, dat zag Venno pas net. Oh. Ja, die zag ik ook net. Oh! Nice. In de buurting? Ja, en het is waar ik ook nog een andere Pokémon kan vangen, alleen... Lickering. Ik denk dat ik Surf nodig heb. Even switchen. Dus ik denk dat ik zo voor Surf moet gaan. Oké, ik speel alleen nog even de center hier vrij. Oh. Kenya feint het, nee. Hoe durft Kenya de auto te stelen? Inderdaad. Nou, ik ga nog even kijken wat die Pokémon van Bill is die je krijgt. Dat wordt bij mij last resort.
Plains for the Zorn. Ja, ik zeg, ik ben toch in de buurt, joh, dus. Ja, joh. Hopen dat straks mijn egg en shiny is. Het liefste shiny Miss Drievous, dan gaan we meteen drie dingen afstrepen. Ja, natuurlijk. This dude. This guy. Je gooit gratis geld weg door Stardust weg te gooien. Wie gooit ook de Stardust weg? Oh, dat was ik. Maat, dat is fucking veel geld als je dat verkoopt. Ja, die had je nog. Oh, verkoopt. Ik heb Arbok. Ja. Later. Ja, maar ik wil zeggen, ik heb een amulet coin op mijn mond zitten, dus dat geld heb ik zo weer terug. Ja, dat is waar. Zo bad. Zo bad, man. Zo bad, man. Ja, ik had trouwens bijna de Murkrow aankomen. Oeh, nice. Ja, die zit in de toren ergens verstopt. In the towering. Ja. Dan moet je wel even zoeken. In ja. Die vind ik wel, dat komt hey, helemaal goed. Hé, die heb ik om arm. Huh? Unona. Oh. Cool. Unona Anu. Hé, hey, wat is met al die legendarische Pokémon hier? Nou, ik heb er nog geen één gezien. Ja, alleen om tegen te vechten, maar nu is een counter. Nee, als een counter. Ja, ik Raikou moet er één, maar. Ik heb een Unknown T. Heel ziek. AT. ATV? Ja. Juist. Oh, mijn eerste ei komt uit. Oh, zit er ook een Sandrat in? Een hoedhoed. Dat is net zo goed. Nou, hoedhoed staat nog wel eens op de kaart, trouwens. Ja, hij staat er regelmatig wel eens op, maar deze keer niet. Setting. Gaat iemand in mijn party surf leren? 100%. SP on naar 6464. Nice. Dan kan ik in ieder geval de Tyranitar nu one-shotten. Alles voor die Tyranitar te kunnen one-shotten. Juist. Jij snapt hem. Ah. Oké. Gaan we dit even verkennen. Zo, ik heb die. Oeh, flamethrower. Kijk, now we're talking. Ja, die had ik ook. Alleen, die had ik als TM en daar had ik helemaal niks aan. Nee, daar had je aan wat aan kunnen hebben. Dat is waar. Ja, dan... Oeh, Murkrow. Light dus Murkrow het... flavoring. Ja, dat is jouw encounter of? Nee, trainer. Is de rifle. Oh, daar ben ik er ook mee bezig. Rifling. Ah, nee, niet geburnt. Oh, ik ben helemaal vergeten Oddish mee te nemen. Oh nee, hij is zo ziek. Help, oké. Oh nee, help hem toch. Oh nee, toch. Ik heb drie mansions in deze kaart. Op de kaart moet je nodig ergens in. Terug nog niet, ik kijk meteen op de kaart. Op daar, ding. Nou, rondjes zijn we levend. Kijken wat de legendary Pokémon in zijn. Oh jee, ik kan het natuurlijk niet horen, dat is wel kut. Nou ja. Anders, dat was wel leuk geweest anders. Een woepoep. Een lantern. Farewell. Okay. Oh, Blastoise, oké. Oeh, dat is een goede toys. Ja, maar hij komt niet voor die Blastoise, hij komt voor een vogel. Hij komt voor een vogel die niet kan vliegen. En 9 verhalen of 9 staarten? Zoals JP zou zeggen, staat niet op de kaart. Stinks. Ja. Gengler staat ook niet op de kaart. Ai. Dat moeten we niet zien. Ja, ik denk dat Murkrow toch een Fizzicounter is hier. Blup. Oh, jammer. Kan allemaal in de BZT-show. Zeker.
Oh, wacht, eerst even iets anders. Charmabalk. Stop met rappen. Yo, yo, yo. Oh, nee, jij blijft lekker waar je bent. Leuk, een Onyx. Oh, dus jij gaat mee. Zo. Oké, deze is een beetje lastig met speed. Kom op, laten we doen. Een Whooperboy. Een Whooperboy is nog geen crown type. Oh, never mind. Ja, Whooper is wel crown type. Ja, Whooper is wel crown. Daar kwam ik ook achter tijdens de poker doku dat hij blijkbaar ook crown type is. Ah, shit. Maar dat is toch raar, want je hebt dan die pijlpatoot en die voor-evaluatie, die is dan toch geen... Tempel, nee. Nee, tempel niet, nee. Dat is dan weer weird. Okay. Oh, dat was niet mijn bedoeling, ik moest... Een belspruit. Een belspruit. Oké, wat? Een totodilee. Wat heb jij dan? Yeah, absorb en op Celebi, oké. Dat is misschien wel een beetje vervelend, want de combinatie... Wat een narigheid. Ja, zeg dat. Oké, dit doet wel wat meer. Juist! Dag Celebi. Je weet wel wie... Corsola? Corsolalala. Corsolalala. Diep. Ben ik gekomen, even gepoisoned. Hoe durf je te poisonen? Hoe durf je de auto te stelen als ik? Ik ben verschrikkelijk woedend. Maar echt. Oh. Juist. Drakenlucht is gone. Oei. Rip drakenlucht. Kijk wat jij hebt dan. Oeh. Dat is niet zo goed. Dag, Oké, hier ga ik niet mee klooien. Nee, niet. Wat doe je? Nee, want dan, verlies ik. Oh nee, dat lijkt me een goed idee. Om te verliezen? Ja. Wow. Nou, jullie staan qua vakjes gelijk, dus... Oeh. Ja, dat moet je niet te hard zeggen, want dan gaat hij nu eentje. Pakt hij er nu een. Ja, pakt hij gewoon even eentje random. Ja. Zegt hij niet welke? Nee, doet hij ineens heel sneaky, dat wij het niet zien ineens. Oh ja, maar die had ik al een tijdje ineens. Ja. Exacto mundo. Raymundo. PM30 is pack. Pot voor 3. Pot voor 3 dubbeltjes. Ja, maar echt. Dat hebben we niet afgesproken. Nee. Nee. Oké dan. Dan gaan we even dit checken. Nou, op naar de gym. Kijk, wat vinden wij hier? Oh, hallo Celebi. Nee, dat is niet wat ik zoek. Oh. Gaan we doorzoeken. In alle hoeken. Hoeken. Club van Sint-Paas. In alle hoekers. Hoekers? Mm-hmm. No way. ik moet deze hebben. Zo. Natuurlijk, jij hebt dan weer 5 mons, hè? Oh, nee, dat is niet wat ik zoek.
dat is nog steeds niet wat ik zoek, jongens. Wat ben je dan aan het zoeken? Ik zoek eentje die op mijn kaart stond. Op de kaart die nodig is. Ja, moet je even iets specifieker zijn, hè? Het ging om een ghost type. Je bent toevallig op dezelfde plek aan het zoeken als iemand anders net aan het doen was. Wee. SP on. Een mystery berry. Nee, je kan ook nog voor wat anders op de kaart zoeken. We hebben natuurlijk nog die mooie King's Rock. Yep. Max Eater. Venonet! Nee! Mag niet. Ja, kom maar bij papa. Nee, mag niet. Jawel. In de bal. Yes. You get in the ball. You will get in the ball. Flankering. Oké. Okay. Zo. Dat was in ieder geval een van de mons die ik zocht. En daar is de andere. Oh god damn it. Nou, en voor deze ga ik speciaal de greepel gebruiken. 1, 2, 3. Blijft hij nou gewoon niet zitten, joh? Hij bleef niet zitten. Gelukkig. Ah, nu zit hij wel. Is zo jammer weer. En ineens komt hij met een comeback, hè? Waarom ben jij niet gewoon mijn encounter? Ik wil best wel jouw encounter zijn. Nou, dat waardeer ik heel erg, maar ik had het weer over de Jinx. Oh. Een Pearl? Pearl. Dratini. Oeh. Dat is niet wat we zoeken. Ik moet even... die selecten. Die gaan we bewaren, denk ik. Voor de monies. Lectabus. Nou ja, dan had ik die ook kunnen pakken. Ah, Milan heeft de 6 badges. Mm-hmm. Lankering. Oh, Gengar. Wacht. What's up? Nee, ik zat even in mezelf te denken. Oh, hoe zeg je, jullie waren wel allebei met een Gengar aan het vechten. Oh, we waren allebei een Gengar aan het bevechten, Milan. Ja, jullie waren allebei tegen een Gengar aan het vechten. Alleen Milan van hem is dus een encounter en voor jou was van een trainer. Oeh. Waarom geef je zo weinig experience? Oké. Kijk wat dit is. Oké. Lekker dit doen. Okay. Yes. Geen crit. Oh, thank the Lord. 1, 2, 3. Oké. Dan moet ik nog één ding doen. Wacht, jouw shiny was een horsey? Ja, mijn shiny was een horsey. Oh, Milan had een badge terwijl hij een Pokémon aan het vangen is. Ja, ik dacht van, welke is dat? Blijkbaar heb ik die al. Ja, je moet de goede badge. Gengar kan echt de tyfus krijgen. Oh ja, en dan kan niet escapen. De tyfus? Nee, de Fink-Tearing. Oké, okay, nu heb ik een Ampharos. Met Thunder Punch. Thunder Punch. Ja. En dan gaan we deze even swappen. Net als een fiets. Een swap fiets. Oeh. Ja. Juist.
kijken. Maar wacht, we gaan eerst eventjes die Shiny Moon regelen. Een Farfetch'd. Een Crocona. Oké. Dat is 3. Hè? Oh. Wat had je? Oh. Nee. 3 mons boven de level 30. Hoppeting. Moet hem afmaken. Dat is heel gemeen. Maar oh, ja. Let's go Paris! Hij heeft de Paris gevonden. Lekkering. Waar staat die in de dex? Nee, juist hier staat die. Lake of Rage. Oei. Lake of Rage quit. Beam. Maar echt. Gaan we hier zoeken. Die is ook binnen. Ik vraag me wel af, Habit en Counter, staan die ook gewoon in de decks? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Dat is een hele goeie. Dat ik ook met Jordi, dan was er eentje op de route, maar konden we hem niet vinden. Dan zaten we van, ja, maar kan het een Habit Encounter zijn toevallig? Dat is altijd lastig. Ja, moet ik zeggen. Een Skyzor. Jammer dat hij niet op de bingo-lijst staat. Boltres. Die staat er wel op. Ja, poging 2. Ik moet even een free switch hebben. Dankjewel, Cypher. Cool. Dan gaan we naar Zhangs. Dat doet te weinig. Central. Met trouwens. Ah, heb je de Gengar gefixt? Ja, nee, hij had de Ghastly gevangen. Ah, nice. Niet eens één shake. Zeg, okay, geef mij maar eens één van die drie... Oh, mijn tweede evolution. Huts. Is dat Jolteon? Hoppatee. Nou, dit wordt niks. Jammer. Hypnosis. En gelukkig heb ik 35 kreetbals gekocht. Kijk, dan kan je hem in ieder geval kan je hem, halen. Daarom. Infixen. Special, hebben we niks aan. Hij wil niet blijven zitten. Oh nee. Waarom niet? Nou, hij geeft mij heel vaak triple jiggle, maar dat is ook alles. Triple jiggle. I hate triple jiggle. Ja. We zeggen, er is één ding wat ik erger haat dan triple jiggles, maar... Eén jiggle, geen jiggle. Triple jiggle. Nee. Randomizer. Een hele layer met mensen die legendair hebben om vervolgens naar je legendair te gaan die je smoetje mis. Dat is pas erg. Kut. Ja, dat... Dat is een moment waar je zoiets hebt van, ja, maar dit is gewoon niet gegund. Maar echt. Is dit een levening?
Ja. Is that allowed? Mr. Meme. Zo, een beetje damage gedaan. Ja, nou breek je gewoon meteen eruit. Oh, oké. Okay. Is Sandring echt naar Paddy's stream gegaan? Nee, volgens mij zei hij dat hij het niet ging doen. Oh, oké. Okay. Or see you later for relegation. Beam! Tweede evolution is binnen. Huts. Bullshit. Jinx kan weg. Kijk wat dit is. Hij is er gewoon nog. Lekkering! Lekker. Lekker Sandring. Zoals het hoort Sandring. Lobbefet. Oh. Oh ja, dan moet je dat ophalen. Kut, dat was ik even vergeten. Oké. Ik heb het volgende. Durf je niet te verlaten. Lekkering, Sandring. Verlaat ons nooit, please. We hebben je nodig, Ing. Zeker. Kijk. Zo. Ja, wrijf het nog maar even in dat er hier Murko is. Oh, Milan heeft hem ondertussen ook. Oh. Niet zo best. Nee. Heel best. Waar zat Kenya ook alweer? Weet hij ook alweer? Golden Rose. De stad van Whitney. Ja? Ja. Oh, dat is die, van, die je van Bill krijgt, die Eevee. Of... Nee. Nee, Kenya die zit daarboven. Ja, in dat gate gebeuren. Die mond van Bill die zit. Ja, die heb ik al gepakt namelijk. Die heb je al. Bill. Oh. Nee, oké, okay, top. Eugene. Wacht. Okay. Kan ik wel wat anders kopen? Hulp. Setting. Kom op, Oddish, nog twee levels. En je moet tegen de trainer in vechten. Ja. Ah, fuck. Ik hoopte dat je die was vergeten. Ah, jammer dit. Nou, eens kijken wie mijn... Shiny Gyarados moet voorstellen. Oh, dit is een teleurstelling, dit. Dat is een Engels leenwoord. Het is een magneton. Een magnetron? Een ton, ja. Of een ton met magneten? Ja. Wow. Wow. You can really dance. Wow. You can really dance. God damn it. Nee. Nice, ink on the gating. Kom op. Oh, tuurlijk. Zo. Daar heb ik niet zo veel aan. Hier heb ik niet zoveel aan. Hij is zo close. Sunstone heb ik niet zoveel aan. Ja, partij, dat is in ieder geval mijn tweede level 30 mon. Oeh, een Heracross. Wow. Crossing the Hera. Dat is een goeie. Imagine Dragons. Dragon, wauw. Ik wil hem zelf al afmaken.
Oh. Ik zal even te kijken. Ja, die moet ik. Ja, die staat ertussen. Ja, kut zo. Nando, laat me nou gewoon een keer winnen. Nee. Doei. Oh, hij gaat het moeilijk doen. De vuile, vuile bitta. Dan gaan we het gewoon vuile zo spelen. Vuile bitta? Ja. Hoe durf je? Nou, dat is stelen. Oh, hi, Moltres. Nul shakes, bro. Ik gooi een great ball, jongens. En Sander loves great balls. Wat? Begrijpbaar. Begrijpbaar. Hebben ze. Kanttekening, ik wil een deur die dicht kan. Dat is waar. Ja, dat doe je toch wel wat beter dan dat ik doe. Oeh, is dit een shiny? Alsjeblieft, ben een shiny. Volgens mij niet, hè? Nee. Dus purple. Purple rain. Rain. Purple rain. Speak good. Trainer fights. Take him at a pot. Oh. Here we go. Hij is zo close. Dat was Mystical Man Eugene. Ah, kijk, he's evolving. Hij heeft de gloom. Team. Oh, dan heeft hij zo meteen een rijtje. Die executor is echt fucking heftig dat je die net had. Ja. Dat kwam echt heel goed uit. Ja, maat. Het is ook kut dat ik zowel geen Flappy als een skip... Oeh, een Moltres. Ben tegengekomen. Oh, nou, je hoort er niet tussen. Frick. Ik zeg hallo Suicune, maar jij laat hier niet tussen deze keer. Maat, stop met paralyzen. Dat is ook een goed nummer. Dat. Banger is het gewoon. Het is een absolute banger. Oh, nu kan ik je paybacken. Als ik door de perla heen kom. Juist. Oké, healen. Healing. En dan moet ik dit nog doen. Jij. Voor die. Go. Hij blijft rechtdoor lopen, terwijl ik al lang naar links, op links druk. Hunter. Huntering. Hey. Dood. Is vervelend. Ah, jou moet ik niet hebben, Abra. Nou, dat kan natuurlijk ook. Ideaal. Hoe hoog is je Magmar al, trouwens? 46. Hallo, Zapdos! 45, bro. Holy damn. Oh, hij heeft de Zapdos, jongens.
Ja, ik heb net een Moltres, maar ja, die komt niet vangen. En Zapdos is binnen. Easy win. Thank you, Master Ball. Trouwens, volgens mij kon je net ook al een ander vakje afvinken. Hoeveel verschillende soorten pokeballen had je? Nee, dat heb ik nog gekeken. 4 maar. Ja, maar en hoe zit het ik dan met... Ik had er 5. Ja, nou, vink hem af, joh. Hoppatee. Oh, ik heb gewoon bijna... Ik moet een ghost type hebben. Give me a ghost! Nee, niet aan het ei. Cypher. Volleer. Dankjewel, Nando. Graag gedaan. Ja, we moeten hem maar een beetje helpen dan, anders wordt het niks. Ja, precies. Weet je, jij hebt het net al geholpen met een tip. Mm-hmm. Nu gaf ik hem... Hij blijft maar gewoon rechtdoor op een gegeven moment lopen. Dat is hem, ja... Milan, ik wil zeggen, er komt nog een keer een serie aan met ons twee, waarbij ik jou gewoon, waarbij ik er gewoon doorheen ga slepen, dus zonder op hoeven te letten. Kijk eens aan, joh. Hier. Juist. Perfect. Ja, ik heb nog 8 levels mogen, dan heb ik die ook. Goodbye. Hello there. Hello there, General Kenobi. General Kenobi. Oh, wacht, ik heb Gloom al. Nou, dan mag je heel kort vinken. Ja, die heb ik al afgevinkt. Ja, oh, nee, ik heb Gloom al, die heb ik al afgevinkt. Oh, zo bedoel je, oké. Okay. Ja. Hey, een Totodile. Rattata. Oh, het is nog een grote fret ook. Een wat? Een Rattata. Oh. Disperfing, dan was ik bijna Espeon kwijt. Oeh. En dan was het Espeon, een SMS Espeon. In dit geval Espeof. Ja. Oké, dat is 6 badges. Dat is de mineral badge. Ja, 6 badges ga ik niet meer halen. Verdomme, Nando. Oh, natuurlijk. En dan kom ik nou verder net tegen. Ik moet wel zeggen, we hebben wel een leuke kaart deze keer. Want er zitten niet van die onmogelijke dingen bij. Nee, ik wil zeggen, er zitten toch wel dingen bij die... Zeker beter dan de vorige keer. En we hadden alle drie natuurlijk ook best wel geluk met de items die we gewoon random vonden. Ja, alle drie eentje. Ja. Dat was wel vet. Kijk. Oké. Dat is raar. De Ledian. Ja? Yeah. Ledima. Ik moet even... Wat moet ik doen? Ik denk deze. Kan ik tossen? Ga weg. Oké, bingo. Bingo? Helemaal klaar al, of niet? Oh nee. Ja, Nando heeft er een. Is de eerste bingo. Ja, en die andere die heb je binnen een paar seconden gehaald. Zal ik even goed moeten kijken wat ik nog... Oh ja, ja het klopt. Die, had ik ook al voor... die heb ik ook al voorbereid. Ja, precies. Het is net zoals de vorige keer. Ja, de eerste ei komt uit. Oh. Dat is een Magneton. Maar we kunnen nog voor de Odd Egg. Kijk, maar je hebt hem in ieder geval gehaald, dus ik stop met spelen. Yes. Gefeliciteerd, Nandoing. Ja. Hoe is het toch mogelijk? En het ging zo goed. Ik dacht echt op een gegeven moment dat ik hem echt easy ging winnen. Je had er nog in ieder geval eentje kunnen halen, Milan. Wow. Rusty trouwens ook. Oh, de XP share. Dat? Oh, het zijn er 2 dan trouwens.
Je kon ook de Mystic Water nog halen. Gratis en voor niks? Ja, Vakering. Ah. Old Hill Town? Wacht, let me check hoe die stad ook weer heet. Zestertje? Cherry Grove, dus dat is het tweede stadje. Als je dan surft naar de overkant, de NPC, die geeft je Mystic Water. De Old Egg bij mij was geen shiny. Oh, was dat de Old Egg? Oh, bij mij moet die nog uitkomen, de Old Egg. Ben ik zeker dat het bij jou ook niet de Old Egg al uitgekomen is en de gewone Egg niet? Oh, nee, je moet zeggen, dat de Togepi was inderdaad uitgekomen bij mij al. Ja, weet je dat zeker? Okay. Ja, weet ik heel zeker. Ik zat nog ook de hele tijd te zoeken naar die 5 verschillende pokeballen. Ja, ik ook. Dus ik de hele tijd al mee. Ja. Een special guest incoming? Het is alweer niet. Ja. Ja, joh. Je bent te luid. Zullen we de stream beëindigen? Ja, tenzij die nog... Want je had de Oltec, had je al, hè? Moet jij nog niet nog de Oltec checken, Milan? Die van mij was al uitgekomen. Was oh, die van mij komt bijna uit. Ah. Oké. Okay. Running! Fietsing! Dropping. Oh, ik dacht zo dat ik hem in de pocket had. Ik ben boos, Ing. Je had ook echt zo'n voorsprong. Ja, klopt. Op het begin had je echt een voorsprong. Het is dat ik op een gegeven moment die executor tegenkwam, random. En jij nog kijken, executor. Oh, wacht. Oh. Precies het vakje wat ik nodig had. Ja, nou ja, ik dacht eerst dat er execute stond, dus ik keek nog even 3 keer executor en toen keek ik naar die executor. Oh ja. Ja. Dat vind ik wel niet fijn. Yes. Oh ja, en Jordi had de shiny Magmar, maar dat had Rusty al gezegd. Ja, ik zag daardoor had hij gewonnen van mij, omdat hij al meer vakjes dan dat ik had. Gewoon door die shiny alleen. Maar anders stonden we gelijk. Dat nog spannend kunnen worden dan. Mm-hmm. Maar goed, we zijn maar anderhalf uur bezig geweest. Ja, Jordi kan heel veel in anderhalf uur, hè. Dus, Dat is waring. Nou, eens kijken wat in mijn ei zit. Polygon 2. De gewone. Bedankt voor het kijken van de stream. Ik vond het weer gezellig en leuk. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.